Hey, ik heb vandaag het boek mee, Alle Hens aan Dek. Het is geschreven door Bette Westra en de illustraties zijn van Johanna Leeuw-Vliethoff. Het is een boek over Peter Paul. Peter Paul is een jongen en die heeft een oppas, omdat zijn vader heel veel werkt. En dat is nogal een strenge vrouw. Die hangt overal briefjes op van niet met je schoenen naar binnen. En zijn vader doet dat eigenlijk altijd wel. Die gaat zelfs met zijn schoenen op de bank. Peter Paul moet op een bepaalde dag een opstel schrijven van de meester op school. En dat gaat erover, wat wil je later worden? Dat lees ik even voor. Wat ik wil worden en waarom? Piraat. Omdat piraten sterk en dapper zijn. Omdat ze spannende avonturen beleven. Omdat ze een ooglap hebben. Omdat ze een papegaai hebben die kan praten. Omdat ze altijd op zee zijn en nooit naar huis hoeven. Omdat ze ook niet naar school hoeven, want ze leren alles van hun vader en van hun papegaai. Omdat ze geen moeder hebben, want die is dood. Omdat ze geen oppas hebben, want die hebben ze met stofzuiger en al opgesloten in het ruim. Omdat ze vrienden hebben die ook piraat zijn. En daarom durft niemand ze te pesten met hun grote oren. Daarom wil ik piraat worden. PP. Peter Paul. Hij heeft die brief geschreven en die gooit hij op een gegeven moment in zijn appelsapflesje in het water. Hij krijgt een brief terug. En daarin staat, beste PP, sollicitatiebrief in goede orde ontvangen. Met onmiddellijke ingang aangenomen als leerlingpiraat op de Draculus 3. Haal je hedenavond af. 23:23 bij het bruggetje. Hoogachtend, kapitein K. Krauw. Die brief leest Peter Paul. En vanaf dan noemt hij zich PP. Je moet lezen wat er verder gebeurt.